allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 29 juli en het is nu 26 over 12. Ik ben aan het klaarmaken, want ik ga zo namelijk weg. Ik ga met Carmen even naar de IKEA en om even wat dingetjes te halen. Ondertussen ben ik me aan het voorbereiden voor vandaag. En ik heb mijn muziek geüpdate op mijn telefoon voor in de auto. Ik moet mijn koffer nog inpakken. En morgen heb ik afgesproken met Renor. En vanavond ga ik ook naar een verjaardag van mijn tante in Tandhof, dat is super chill. En die is jarig, maar ik weet niet of ik daar ga vloggen, omdat ja, is toch persoonlijk en zo. Dus toch heel veel mensen die het ook niet op camera. En er komt trouwens heel goed nieuws. De datums zijn vandaag bekendgemaakt van de Bad Tour van Be Brave. En ik denk dat ik er naar 2 ga. Ik weet nog niet zeker, want ik wil heel graag in Den Haag, maar ook in Amsterdam. En ja, ik ga me nu even klaarmaken. Het is nu bijna 12:30 en ik ga over ongeveer 13 minuten fietsen. De IKEA staat ook maar 2 minuten van mijn huis, dus dat is wat chill. Dus daar ga ik even heen. En gisteren was echt heel erg gezellig met Sophie. Weinig gefilmd, maar ja, we hadden het zo gezellig. We hadden maar een paar uur en we moesten echt zoveel doen. Dus we gingen even naar Primark en zo en even naar de Mediamarkt. En die, dat heb ik gisteren trouwens niet verteld. Gisteren in de Mediamarkt had je zeg maar zo'n tablet. En dan kon je zeg maar de muziek zeg maar opzetten. Dus op een gegeven moment denk ik, ja weet je, ik moet toch al een leuk nummer opzetten. Dus ik ging typisch voor mij opzetten, lalala. Een kaart in de winkel, komt er een man naar me toe en zegt hij, oh, deze muziek klinkt best wel leuk. Ik zeg, oh, oké, weet je wel. Toen op een gegeven moment had ik Be Brave for Leiden opgezet. Toen kwam die man weer naar me toe. Oh, je hebt wel een hele goede keuzesmaak qua muziek, want ze zijn allebei heel erg leuk. Nou, ik dacht, oké, weet je wel. Toen had ik daarna de politieman opgezet van Eva Simons en toen kwam die niet. Dus misschien vond dat geen heel leuk nummer. Maar ik vond dat wel erg leuk. Ja, dit plukje, dat gaat steeds omhoog, omdat de ventilator aanstaat. Ja, ik heb ook geleerd dat ik niet meer zo moet staan, zeg maar, dat het licht echt bam, maar gewoon zo dat het licht op me schijnt. Dus dat ga ik, daar ga ik voor het op letten. Ja, ik ga zo weg, dus ik zie jullie zo weer. Dus tot in zo. In de IKEA. En ik ben met Carmen. En ze lacht. En we zitten nu op de set van zogenaamde, we zijn kantoormedewerkers. Nee, grapje, we zijn geen kantoormedewerkers. Maar ik ben wel nog met Carmen steeds. En we zijn een beetje aan het kijken voor een ronde. Een rond bureau. 550 euro, hè? Zo'n bureau? Ja. Eeuw. We zijn op zoek naar een rond bureau en we gaan zo meteen nog even wat eten. Heb jij hoekbureau links? Zal ik een kaartje erbij? Ja. Ik heb hoekbureau links. Nee, ik moet. Ik niet. Hè? Oh, wacht. Ik heb zo niet. Zo. Oh, moet ik even zoeken? Ik heb links nog. Ze weet niet eens welke kant rechts en links is. Maar we gaan zo meteen ook nog even een hapje eten hier. En dan gaan we straks een video. Gaan we een video opnemen. Ik weet nog niet wat voor video. We denken een Q&A. Maar dan heb ik alweer een Q&A online. Maar we gaan ook een kanaal video van haar kanaal opnemen. Dus dat weten we ook nog niet. Blablabla. Ik ga het snel. Oké. We gaan verder lopen in IKEA. En dan spreken jullie straks weer. Dit is ook awesome. Zo. Vertel. Dit is een leuk ding. Ja. Zie je, waar je dus je telefoon zo oplegt. Ook echt lekker in de telefoon. En dan zou die moeten opladen. Ik heb iPhone 5. En ik 4. Ik ben oud. Nee, ik heb 3. Ik heb iPhone 3. Wat is dit voor ding wat erop zit? Is dit een hoesje of zo? Decoratiemateriaal staat erop. Oh, wat leuk. Deze muis heeft geen slot. Draadje, die hebben ze eruit gefinished. Maar mijn lamp is wel weer mooi. Hallo, Jamie, hoi. Mijn lamp is dan wel weer mooi. Jamie, hallo. Hi, Carmen. Tot zo. Lekker naar huis. Lekker naar huis. Gaan, het was een super gezellige dag bij mijn tante en ik heb niet zoveel gevlogd. En we rijden nu weg. Het was ook super gezellig met Carmen. En we zijn nu onderweg naar huis. En ik zie jullie zo weer. Dus tot zo. En we zijn weer thuis. Lekker van een dagje weg geweest. Naar mijn tante. En ik ben nu aan het wachten op mijn moeder. Ze komt eraan. Hoop ik. En ik ben lekker thuis. En ik ga zo meteen heerlijk de vlogs kijken van Monica. En van nog wat andere YouTubers.
Dat wordt super leuk. En mijn moeder komt eraan. Dus ik spreek jullie zo weer als ik boven ben en vanochtend aan het kijken ben. Dus tot zo. Wat later. En ik ga dus nu bewerken van de vlogs. Ik moet de vlog van maandag nog doen, van dinsdag nog doen en die van vandaag ga ik editen. En dan morgen die vlog van morgen, die jullie morgen gaan zien, moet ik ook gaan editen. Vanaf morgen. Dan heb ik ook nog een video opgenomen. Niet voor mijn kanaal, maar voor het kanaal van Carmen. Dus die moet ik ook nog gaan editen. Ik denk dat ik dat morgen ga doen. In de ochtend, dat morgen een uurtje of weet ik wat, 10 of sta. Even 2 uur ga, of nee, een uurtje ga editen. 1 video. Dus als ik er vandaag 3 doe, 3 vlogs. En ondertussen de video's ga kijken die ik nog heb gemist. Is van Aimé, van Monica, van Lennette. Alles ga kijken. En ja, ik ga lekker slapen. Ik ga eerst editen, slapen. En dan is het morgen, is het donderdag. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik heb mijn muziek alweer ingesteld. Ik heb allemaal liedjes gedownload. Laat even weten welk liedje jij wil. Weet je, wat jouw favoriete liedje is. En dan ga ik even kijken of dat een leuk liedje is. Of het voor mij ook leuk is. Ja, ik ga denk ik morgen beginnen met mijn koffer inpakken. En ik heb een lijstje gemaakt van wat ik allemaal mee moet nemen. Ik heb een lijstje gemaakt wat ik in de koffer moet. En wat er in mijn handbagage en gewoon voor extra in de auto moet. Dus dat is wel chill. En dat. En ja, ik zie jullie morgen weer. Dus slaap lekker. En tot morgen. Doeg.